Er zit weer leven in het Scheringa Museum in Opmeer. Een vastgoedhandelaar heeft het voor 1 miljoen euro gekocht. En de mensen van het eerder mislukte Agri Science and Food Centrum zien het nu weer helemaal zitten. Dat je ook zegt mogelijkheden voor huur of deelsverkoop of voor alle initiatieven, want daar begint het mee, staat de nieuwe eigenaar open. Dus dat biedt enorm veel kansen. Het kijkspeel- en doepark rond het thema agribusiness zou hier heel goed passen. Opmeer bevindt zich in het hart van het gebied van de hele agrarische sector van Noord-Holland-Noord. En dat is een uitstekende locatie om dit initiatief te laten landen. Dat houdt kort en goed in dat alles wat met de agrarische sector heeft te maken van het verleden, het heden en de toekomst, daar een plek krijgt. Eerder bleek dat niet haalbaar door een te hoge vraagprijs van de curator van de DSB-bank. U weet, bij het faillissement van DSB, daar zat ook een bouwbedrijf bij. Dus er waren verschillende partijen hierbij betrokken. En dan is het niet eenvoudig om alle partijen op één lijn te krijgen. Ook een plek in het leegstaande en verloederde missiehuis in Hoorn gaat niet door. Nou, we zijn voorlopig even afgehaakt omdat de huidige eigenaar, de Nijs uit Warmehuizen, daar toch wat andere opvattingen over heeft. Henk Hansen gaat nu praten met de nieuwe eigenaar. Het pand is nog prima. Het is één plek in het pand waar het lekt. Dat is snel te verhelpen. En er was nog een plan voor een onderwijscentrum in het Scheringa Museum. Maar de gemeente Opmeer zegt dat ook voor 1 miljoen euro voor het gebouw dat niet haalbaar is.